Johan Franke, goedemiddag. Jij bent onder andere redacteur van Zeelpost. Kan je daar eens iets kort over vertellen, wat dat nou precies is? Ja, dat zijn brieven die liggen niet hier, maar in Engeland in het archief. En dat zijn brieven die afkomstig zijn, althans binnen Zeelpost, allemaal geadresseerd aan Zeeuwen of afkomstig van Zeeuwen. Die zijn buitgemaakt tijdens de Engelse oorlogen en... Over welke tijd hebben we het dan precies? Dan hebben we het over de periode 1652 tot en met 1815. Het gaat in totaal eigenlijk om vijf oorlogen. Op het moment dat die schepen werden buitgemaakt, dan werd alle inventaris aan boord, wat betrof de papieren, werden in beslag genomen. En dat is daar in het archief terechtgekomen en nooit meer verdwenen. En dat is in de jaren 80 ontdekt en komt nu langzaamaan ter beschikking. En het bijzondere daaraan is dat het brieven zijn, nu is niet vanuit allerlei instanties geschreven of aan bedrijven, maar heel veel van personen, dus van opvarenden en van thuisblijvers. Ja, ik heb er al een paar keer bekeken. Kijk, je hebt natuurlijk de oude teksten en die zijn vrij moeilijk te lezen, maar er is ook een knopje, daar kan je een beetje de vertaling zien. Hè? De transcriptie noemen we het dan met mooie woorden. Maar er zitten inderdaad ook wel eens een paar smeuïgen bij, waar je ook echt om kunt lachen. En jij hebt er een paar geselecteerd. En nu staan we hier bij de Spijkerbrug. Dat is niet speciaal de locatie waar de brieven zich afspelen. Maar wat heb jij zoal gevonden? Wat heb je geselecteerd? Ik heb verschillende brieven geselecteerd die een hele persoonlijke boodschap betreffen aan geliefden. En niets is er leuker dan natuurlijk een echtelijke ruzie mee te maken van een afstandje. En daar gaan deze brieven voor een deel over. Mensen die schulden hebben achtergelaten of iemand die zijn vrouw wil verlaten. En bijvoorbeeld ook iemand die nodige wensen heeft aan zijn zogenaamde slaapbaas en slaapbazin als die terugkomt. Kan je eens beginnen met eentje? Ik heb er hier eentje, dat is een vrij lange en ook een heel klein schrift geschreven. Die is van Pieter Nella van de Velde en dat is dit keer niet geadresseerd aan Middelburg of Vlissingen, maar aan Sint Christoffel. Sint Christoffel, dat is het huidige Sint Kitts, dus een eiland in het Caribisch gebied. En er zaten veel Zeeuwse plantage-eigenaren in die tijd. En die tijd, dat is in dit geval de Tweede Engelse Oorlog. En de brief is van 3 mei 1664. En Pieter Nella van de Velde, die schrijft aan haar broer Pieter van de Velde, die hier met schulden is vertrokken. En ze vraagt zich af of die ooit zijn schulden aan haar ook nog eens in gaat lossen. Want ze heeft 50 pond Vlaams, dat is 300 gulden in die tijd. Ze beschuldigt haar broer ervan dat ze eigenlijk alleen maar slechte berichten van hem hoort. En ze vraagt zich echt af of dat wel goed gaat komen. En ze heeft het door toedoen van haar broer ook heel moeilijk gekregen. Zo schrijft ze, ik niet langer in deze benauwdheid zijn kan. En in steden van goed te krijgen met de schepen, zo hebben wij niet een letter van u gekregen, maar tot onze grote droefheid en hertenleed veelal kwade geruchten van u gehoord dat ons grotelijks bedroeft. In steden van, dat betekent in plaats van. Wel lieve broer, hoe bent gij zo op den dolweg? Hebt gij het hier niet slecht genoeg gemaakt? Gaat eens in uw eigen herten en overdenkt eens wat u in zondige leven gij hier geleid hebt. Ja, dus hij was al een bonte hond voordat hij naar daar vertrok. Het is heel duidelijk uit de hele brief dat hij hier overal schulden heeft gemaakt. En nu denkt zij dat hij daar in Sint Christoffel eigenlijk een beetje feest aan het vieren is. Dat laatste, dat weten we eigenlijk gewoon niet. Want hij heeft ook nooit een brief teruggeschreven. Dus, die lag gewoon katje lam ergens. Nu zouden we radar er even op afsturen, zeg maar. Het ziet er wel naar uit dat dit gewoon een beetje sjoemelaar is die gewoon met schulden overal wegliep. In dit geval weten we niet hoe dit verder is afgelopen, alleen dat... dat Pieter Nella en ook de vrouw en het gehandicapte kind van Pieter van der Velde hier achterbleven zonder 1 cent en het leven niet aan elkaar gebreid kregen. En daar beschuldigt ze hem ook van. En
Ze wrijft hem nog even wat zout in de wonden als allerlaatste vaarwel. Door te zeggen, vaart wel en zijt God in genade bevolen en gedenkt aan uw einde, zulk een leven, zulk een sterven. Ja, ja, ja. Dus, als die slecht is, dan komt hij ook in de hel terecht. Ja, precies. Duidelijke taal. Nou, interessant. Het is best tragisch, maar ja, wel interessant. Dankjewel.